Aandacht is het allerbelangrijkste. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En alles wat je verwaarloost, verschrompelt bijna. Hè? Zo is het echt. En met kinderen, die zijn het levende bewijs daarvan. Als je kinderen veel zelfvertrouwen geeft en liefde en luisterend oor en laat vertellen, waardoor ze kunnen leren over zichzelf, nieuwsgierig kunnen zijn, ja, dan maak je de wereld echt een stukje mooier mee. En dat is een, denk ik, hele mooie taak als moeder, om dat te mogen doen. Maar ook wel een beetje een collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal, toch? Het thema van de Passion 2020 in Roermond is vrijheid voor jou. Met hulp van Kansfonds wordt hier gebouwd aan een samenleving waarin je mag zijn wie je bent. Ook als het even tegen zit. Ik ben Roderick van Heugen en vandaag gaan we kijken bij speelcoach Henk in Venraai. Door Henk, of Henkie zoals hij ook wordt genoemd, kunnen kinderen in achterstandswijk Brukske plezier maken en gewoon ongedwongen kind zijn. Sommige mensen hebben het je ne sais quoi. Nou, dat heeft Henk. Een hele lieve, aardige, spontane, actieve, drukke man. Alles goed? Henkie is een begrip in de wijk. Alle kinderen kennen hem en hebben respect voor hem. Henkie, mijn Mathieu. Henkie, wie toch? Henkie. Alles goed, jongens? Ja, goed, ja. Echt een multiculturele wijk. Er zijn iets van 91 nationaliteiten in de wijk. Arme wijk, veel culturen bij elkaar. Heel veel kinderen krijgen daarom ook geen kans, omdat ze kunnen niet mee naar een sportvereniging, want het kost geld. Ze kunnen niet mee naar weet ik wat voor evenement, want het kost geld. Oh jongen, hey, maak die veter dicht! Zo'n project als dat van Henk kost niks, ze kunnen gratis meedoen. Dan kunnen ze toch leuke dingen meemaken, want leuke dingen meemaken is essentieel voor hun kinderleven. Want dat nemen ze mee, want ze moeten goede herinneringen hebben aan hun jeugd. Ik weet alleen dat vroeger toen ik een jaar of 10 was, dat als iemand tegen mij zei, Henk, je hebt een gave. Maar die gave weet ik bijvoorbeeld niet. Dus het zal dit wel zijn, ik weet het niet. Als ik 100 kinderen hier om me heen heb, ik denk dat er niet eentje bij is waar ik een probleem mee heb gehad. Gek is dat. Die kleintjes die gaan dadelijk hier tegen hun spelen, ja? Okay? Als je de kinderen in de wijk ernaar vraagt, zijn ze allemaal laaiend enthousiast over Henkie. Hij is een hele aardige man. We doen hier heel veel leuke activiteiten met Henkie. Hij probeert allemaal leuke activiteiten voor kleinere kinderen en ons. Ik vind het super leuk wat hij allemaal doet en heel lief. Ja, sommige kinderen hebben gewoon geen respect. Ja. Vooral die ja, jongens die een beetje oud zijn. Ja, die tieners of pubers, die hebben een grote mond tegen hem. Hij zegt dan, eigenlijk negeert hij het dan eigenlijk. Dan zegt hij niks terug. Vanuit het buurtcentrum organiseert Henk activiteiten voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Aandacht voor elk kind is daarbij hoofdzaak. Nou luister, die kleine kindjes, die hebben ook wel eens ideeën, snap je? En het is ook heel belangrijk dat je zelf met een idee komt. Ja, hij ziet de kinderen en dat is ook al heel belangrijk. Kinderen worden niet altijd gezien, hè? Alleen als last. En hij ziet de leuke kant van de kinderen en doet er ook leuke dingen mee. En dat merk je gewoon, dat vinden de kinderen fantastisch. En daardoor zijn ze ook later ook meer aanspreekbaar, ook als ze opgroeien. Hè? En de leeftijd krijgen dat ze lastig gaan worden, kan hij ze aanspreken. En een ander kan dat niet meer. Snap je? Box. Ben je met Mattie? Ja. Goed zo. Oké, ja, lang hè. De kinderen kunnen gewoon zichzelf zijn bij Henk. Ik denk dat het is. Ze hoeven niet nep te doen, ze hoeven niet van nu moet ik me perfect en keurig gedragen. Nee, ze zijn gewoon wie ze zijn. Voel jij je vrij om jezelf te zijn in de wijk waar je woont? Laat het ons weten in een reactie onder deze video.